Julie Vijgen, een van de meest bekende en meest ervaren mensen in het carnavalsleven met de liedjes betreft. Hoe moeilijk is het om in een jury te zitten, als je maar zelf beoordeeld wordt? Ik vind het wel heel speciaal natuurlijk. Hè? En, want inderdaad, wat ze zei, zich wel helemaal zelf beoordeeld. Gebroken bij het lezersconcours en bij het LVK. Dus het is wel heel erg spannend, maar ook heel erg leuk. Want ik weet zelf, als ik een liedje maak, dan probeer ik zoveel mogelijk van de vastelavond erin te liggen. De lu moet er goed mee doen. Dus ja, die dingen wil ik natuurlijk nu ook een beetje terugvingen. En, de liedjes van Brunsum. Maar ik vind het op de eerste plaats natuurlijk een ontzettende eer dat ze mij uit gebroken in Brunsum hebben gevraagd veel mee te doen aan dit liedjesconcours. Hartstikke chic. De verstaanbaarheid is ook een probleem met dialect, zo gaan zangingsmachine. Dat vullen we met. Nee, dat valt gelukkig wel met. En ik ben geboortig van Trebik, dus ik kan het Brunsumse plat heel goed verstaan. Nee, dat komt goed. Martin Hurkens, dat is heel andere koffie, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat hebben we nog niet meegemaakt, dit, hè. Max van alles met me noemen als jury zijn bij het leesconcours. Waar worden we gisteren op letten? Ja, eigenlijk op het hele totaal. Wie het uurverkump en wie het enthousiasme natuurlijk van de mensen. Verstaanbaarheid met name, toch wel. Ja, gewoon rechtvaardig, hè, maar eerlijk. Hè. En dan rechtvaardig inderdaad. Het is zo bekend als ze zangen met een hele mooie stem. Ja. De carnaval, die stem is helemaal niet zo belangrijk, geloof ik. Nee, geloof ik gewoon niet. Hè. Ik moet daar niet te veel op letten nu. Normaal ligt de ummel, maar nu moet je dat niet doen. Jullie doen ons eigenlijk weten wie schrijft zo'n carnavalshit eigenlijk? Nou, wie schrijft zo'n carnavalshit? Als ik dat zou weten, dan word ik al lang riek. Dan hou ik al het LWK gewonnen natuurlijk. Nou, ik denk als ze een liedje wil schrijven, worden iedereen een beetje op kan metjonkelen, op kan metdansen. Nou, dan moet ze zelf pas en plezier hebben aan de vastelavond. En dat gevoel proberen over te brengen. Tenminste, dat proberen weer met de muppen om er te doen. Hè? Is het eigenlijk met het dialect? Is het Schinnevels dialect nog een beetje anders dan het Brunsums dialect? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Maar ik doe toch even het dialect vanavond, hè. Dat wordt de verstaanbaarheid een stuk moeilijker natuurlijk, of niet? Ja, maar ik krijg het langzamer. Dat is maar goed, hè. Dankjewel. Oké. De 11e van de 11e is alweer een tuutje voorbij en dat betekent zo'n beetje in alle Limburgse plaatsen een leedjesconcours. Dat was ook een Brunsum. En een Brunsum hit dat, zit op de cd, de Brunsumse Leedjesparade 2011. Dat is hier vandaag bij Van Schoppen in de cafézaal. Dat wordt zoals van ouds gepresenteerd door Marleen en die gaat nu de bühne op. En natuurlijk voor alle Lutoes die wat een kieken zijn, om ik een klein beeld te geven, zo kunt je zien dat zich hier echt gaat afspeelt op die bühne en tijdens dat BLP. Want het spettert er vanavond allemaal de pakken wat ze aan hebben gedaan. De kleier, de spontaniteit. En dat kind gewoon niet meer kapot. Er is natuurlijk ook een cd'tje gemaakt. En op die cd zijn alle studio's natuurlijk ook genaamd. Omdat elke artiest vrij is om in de studio te gaan van keuze. Maar vooral ook dat steunen. En er is nu het moment aangebroken waarvan we zeggen jury. Zijn we er klaar voor? De eerste deelnemers die wat vandaag de spits gaan aanbieden, ontvangen ze met een heel erg warm applaus ons eigen carnavalsvereniging De Koelkup. Z'n allen een pilsje pakken, bij de koelke mosse zijn. Laat ons wel lekker feesten, laat ons wel lekker gaan. We willen samen springen en gewoon er tegenaan. Echte vrienden, kom geen tussen, echte vrienden zijn nooit alleen. Met z'n allen een pilsje pakken.
zeggen nu samen proosten. Zo is weer een mordom. Weer even nu onze glazen en roepen hier hel ala. Ja la 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 ja la. Verloppen van de Cool Cup, krap dit jaar geen originele carnavalsslager, wie kunt dat? We zijn zo groot dat we hebben gedacht om een liedje te coveren. Ik heb begrepen, die categorie deed me in hem, dan ben je helemaal de beste. We willen ook één keer de beste zijn. Het was heel erg groot, best schrift zelf die liedje toch? Ja, dat is ook zo. Maar we hebben eigenlijk een jaar gehad dat we ze hebben bedacht of er een liedje kon komen met wat we doen. En natuurlijk willen voor mij doen, maar van wat ik het weinig deed. En ik moet zeggen, van een geweldige cover. Hij werd de meezinger van de carnaval 2011-2012. Weer een gejat liedje uit Kullen, of niet? Nee, geen gejat liedje uit Kullen. Laat ik maar eens verrassen. Het gaat wel even echte vriend, maar geen gejat liedje dit jaar. Belinda de Plumeaux, wat hebben jullie voor liedje dit jaar? De Limbo Girls. En waar gaat dat over? Over alles wat te doen is in Parkstad. Staan jullie bekend om jullie een beetje alternatieve carnavalsmuziek? Gaat dat voor dit jaar ook weer? Ja, lekker ruig en flink er tegenaan. Lekker wild. Zien jullie je kansen? Ja, ik hoop heel hoog. Maar als we maar lol hebben. Allemaal kijken, de Plumeaux. Hou er aan ons mee.
alleen op de bühne, is dat een beetje eng? Ja, dat is hartstikke eng iedere keer, maar ik heb gezorgd dat ik de bühne ga beter gewoon vullen. Let straks goed op wat ik op mijn kop heb. Het gaat de roet spatten en ik gewoon een geweldig, leuk liedje brengen dit jaar. Hey, zullen we eindelijk eens een keer winnen of nog een? Dat is wel de bedoeling. Succes. Dankjewel. Niet meer gewünscht, dort komt grote kunst nog nergens aan. Nou, Jeroen Gerrits heeft dus uiteraard in de titel en de hit Bronsum Osdorpke. Tekst en muziek zijn van Jeroen en Ronald Heijnen. En de opnamestudio willen ze leven voor zichzelf houden, dus helemaal in eigen beheer. Hier kumper Jeroen Gerrits. Goos wie ik geboren ben, was de lof is bloot dat zo erin. De goos bij mij te streumen, ik begos te dreumen. Om in ik hier een prins te zien, en ons werpje hier bij iedereen. De dien groot vaste lof is hard, en ons vaste lof is staat. Drukken met het plukken en het oud gemeentehoes. In het joene Bronsum voel ik me zo toes. Dit is het dorpje hoog opgegroeid ben. Vaste loven lieden vieren dat zo te snellen. Is de vaste loven tandengoos. Komt die alle remmen los. Jeder jaar toch weer opnieuw. Vier met alle lu. Goed vaste lof is vier zijn ons, vaste lof is staat. Op donder ik houd wie verwaal, vriendig sleurt de leuverdag. Op morgen trekt de optoguur, de strood in praal en praak. Met het plukken en het oud gemeentehoes. In de tjoene Bronsum wil ik niks zo toes. Dit is het dorpje hoog opgegroeid ben. Vaste loven lieden vieren dat ze te snellen. Is de vaste loven tandengoos. Komt die alle remmen los. Bronsum ons dorpje, ons vaste loven staat. In de parel van de mijnstukluk, was vaste lof is hard. Ja, hier is het begonnen, hier is het begonnen. In de roodgevreune paarstad werd gesprongen en gehoos. Vaste lof is begonnen, hoe van alle drukken met het plukken en het oud gemeentehoes. In de tjoene Bronsum vul ik mij zo toes. Dit is het dorpje woeg opgegroeid. De vaste loven lieden vieren dat zo toch snel in. Samen brengen vieren stemming goed erin. Je hebt één probleem, je zingt Limburgse liedjes, maar je spreekt eigenlijk helemaal geen dialect, hè? Totaal niet. Ik heb het van kind af aan nooit te leren gekregen, maar het Limburgse dialect met het zingen vind ik geweldig. Ja, je oud-winnaar, daar wordt iets van je verwacht. Wat heb je dit jaar voor een liedje? Dit jaar gaan we op safari. Ik wou eens een keer. Sommigen gaan altijd met carnaval op vakantie. En ik heb zo van iets. We blijven lekker in ons mooie Bronsum. Daar is ook veel te doen met carnaval. Je hebt er echt zin in zo te zien? Dat sowieso. Nou oké, dan gaan we eens kijken. De Roger die gaat voor ons zingen. Geef mij maar vastelovend. Tekst en muziek zijn deze keer van Rondo Gister en van Marleen. Toi toi toi, veel succes. Hier kumper Roger Peters. Op snelheid niet gesteld. De ene wil een jacuzzi, de ander wil
de schönste Zeit von Jahr. Ich hab mich hergefasst, ich freu mich zu das ganze Jahr. Für mich sind all die Tage gewaltig, und Sommer künftet es gesellig. Für mich in Lütze, ein schöner Ball, wo fast der Laden steht oben an. Den anderen geht's für Sonnenstrahl. Für mich auch weg gehen, Apres-Skien. Von Köpfer Sonnenrechst überbrannt. Den einen geht's für helfen Luxe. Den anderen lieber für Gewinn. Nicht für die Seimen, nicht für Gitschtes. Ich bring ganz andere Dinge schon. Und ich spar mir für die Tag, wo alles geht und alles macht. Klappe! Gib mich mal Poste laufen, für mich die schönste Zeit vom Jahr. Ja, gib mich mal für Poste laufen, da will ich nicht so ein ganze Jahr. Für mich sind all die Tag, mein Künstler ist gefällig. Für mich gelüchse ein Schellekorn, wo fast der Laden steht oben an. Ja, gib mich mal du fast der Laden, für mich die schönste Zeit von Jahr. Ja, gib mich mal du fast der Laden, ich freu mich so. Für mich sind all die Tage gewaltig, wo es für mein Künstler ist gesellig. Für mich in Lüchse ein Schellekorn, wo fast der Laden steht oben an. Für mich in Lüchse ein Schellekorn, wo fast der Laden steht oben an. Het gaat over de liefde, tot ze elkaar vindt, dan is met vaste lopen alleen. Ik ben alleen, zie je alleen. En we komen elkaar tegen, misschien hier bij Funs. En we worden straalverleefd tijdens de vaste lopen. Hoe zit je al bij elkaar? 17 jaar getrouwd. Ja. Is het dan zo leertje dat overtuigend zingen dan, denk ze? Met volle overtuiging. Ja, ik wel. Veel succes. Dankjewel. Man en vrouw, Bartje en Carmen. En als duo dubbel een. En wat gaan ze doen? Ze gaan zingen de tekst van De Regenboog. En tekst en muziek natuurlijk van Dirty Clowns. En de opnames bij Valdis Bar. Ook hier ontzettend veel succes. Dank u wel. Robert. Het is gewoon een lekker liefdesfeestje. Dus we hebben het beleefd met de vastgenomen. Het was de lovensmond, ik voelde mich alleen. In de drukte zat ik aan de thee. De deur ging open, wat wordt dat, ik was het niet. Maar werd ik kom weer in die ogen. Vaste lovens mond, ik voelde mich alleen. De straat was vol, de optocht kwam in zich. Ik ging toen naar de wirtschaft, ik had geen zin. Het wordt te druk, maar aan de bos op steen. Daar komen we zo meteen zijn krip met. Vluchtig met mich naar de regenboog. Dat was wat ik toen dacht, wie ik dit zou. Vluchtig met mich naar de regenboog.
voor. Samen met mij. Want ik hou zo van mee. Verliefde stelletjes mogen nu gaan dansen. Oh. En dan gaan we nog eens, begin maar al met te zingen. Vlug stig met mij naar de Rijenborg. Dat was wat ik toen dacht, wie ik dich zag. Vlug stig met mij naar de Rijenborg. Samen met mij, want ik hou zo van mij. De hemel ging open, wist ik binnenkomst. Al mijn zorg waren toen verwie. De kou ging weg, geen eenzaamheid. Het woord carnaval! Dat is wat ik voel, want ik wist niet. De Polonaise keren op een storm in wie. Dat hou ik toch nooit al eens gehad. Confetti, serpentine, zeren mijn geveur. En zing met me dus over de Rijenborg, kom op! Vlug stig met mij naar de Rijenborg. Dat was wat ik toen dacht, wie ik dich zag. Vlug stig met mij naar de Rijenborg. Samen met mij. Want ik hou zo van dich. Dankjewel, broertje! Dankjewel. Dankjewel, hè. Victor, een van de prinsen van Relais, heeft weer de ruige rocker outfit aan, hè? Jazeker, dat is toch een beetje het motto van de prins van Relais, hè. Voor zijn Harley Davidson hier. Het ganse jaar zit voor op de motor, maar met de vastelovend zit voor mij even stil en dan gaan we even vastelovend vieren. Hè. Wat heb je voor een liedje dit jaar? We hebben een reggae nummer geschreven en ja, dat past wel een beetje bij ons. Een beetje layback muziek. Het huisje, we zijn er helemaal klaar voor. Hè. Dat is altijd als de vastelovend begint, de 11e van de 11e, dan gaat dat weer kriebelen. En, ja, we zijn op tijd begonnen, dus we zijn er hartstikke klaar voor. Je staat eigenlijk een beetje bekend als de mannenclub met de grootste vrouwelijke fanclub. Heb je vandaag de vrouwen bij bier? Ja, we verwachten een grote schare van vrouwelijk schoon. Ja, ik weet niet hoe dat lijkt, misschien aan de outfit. Ik moet ook zeggen voor... Misschien aan het charisma, of nee? Ja, ook dat. En, ja, we zijn ooit begonnen met 6 vrouwen, Prins voor het Leven. En ja, dat was eigenlijk gewoon een hele leuke tijd. En ja, die dames die dragen ons nog steeds op hang. Dus overal hoe we zijn, daar volgen ze ons. En ja, dat maakt het gewoon hartstikke leuk ook. Even tussen ons, zijn het alleen maar fans of zijn het ook groepjes? Er zitten ook een paar groepjes bij, maar ja... De vrouw van mij komt vanmiddag en de vrouw van Rob, dus dat kan wel niet te vullen van Kalle vandaag. Voorzichtig met zin, hè? Succes! Ik word heel voorzichtig met zin. Jongens, Gerald, bedankt. Oké. Wat hebben die prinsen voor het leven zich dit jaar laten invallen? De titel is Vier Sinterklaarveur en de tekst en muziek natuurlijk van hun tweeën zelf. En hoe is alles opgenomen? Die onze eigen Lijke de Bruin van Royal Music Productions in Kirikon. Nou mannen, dan laten we zuren wat het dit jaar zal weren. Mix zal u benieuwen. Toch honden. Not one. Geef gas. Kast de vuur. Laat het vuren. Maak spas. Maak spas. Hoe zijn die handjes? We gaan beginnen. We gaan beginnen. Ik ben klaar.
over de vaste loven, dat zijn klaar voor de spas. Het vult alleen nog wie de foute regenjas. Dat zijn klaar voor alle leesjes, dat zijn klaar voor de overdracht. Weer dansen, want veel hebben we weer zo lang gewacht. Al vult het gans woord, weer feesten maar door. De vaste loven kent je weer niet zo los. Er zijn veerig, veerig zitten drie dagen op de pot. Er zijn veerig, veerig met de erven gans kapot. Er zijn veerig, veerig met de koude kak. Weer dans tot de morgen met dan weer een gans nieuw pak. La la la, we zijn veerig voor de spas. We zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gaas. Ik zeg oeh, la la la, we zijn veerig voor de spas. We zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gaas. Het spektakel gaat door, weer blaren maar door. O muk, ik gon er echt niet, echt niet, echt niet onderdoor. Al vult het gans woord, weer feesten maar door. De vaste loven kent je niet zonder ons. We zijn veerig, veerig zitten drie dagen op de pot. We zijn veerig, veerig met de erven gans kapot. We zijn veerig, veerig met de koude kak. Weer dans tot de morgen met dan weer een gans nieuw pak. Oeh, la la la. We zijn veerig voor de spas, we zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gas. Ik zeg oeh, la la la, we zijn veerig voor de spas, we zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gas. Ik wil niet hangen, kom nog allemaal nog vuren, even racken, party people. We zijn veerig, veerig met de nerven gans kapot. We zijn veerig, veerig met de koude kak. Weer dans tot de morgen met dan weer een gans nieuw pak. Oeh, la la la. We zijn veerig voor de spas. We zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gaas. Ik zeg oeh, la la la. We zijn veerig voor de spas. We zijn veerig voor de nachten en vergeven weer gas. We zijn veerig voor het feest. Laat het beginnen, alsjeblieft. We zijn hartstikke tover. Ja, Mazeran, wat heb je voor een eentje dit jaar? Met de Vastenoven spioneren. Ik trek met een soort politiepakje aan, de andere dames die erbij horen, zijn toch gaan zangen zoet, hè? Ja goed, we hebben een beetje geprobeerd om het politiegevoel, de FBI komt er een vuur, de crimi komt er een vuur, en dat toch te combineren met het rood-geel-groen van Vastenavond. Is dat een echt carnavalsobject, de FBI en de politie hebben dit allemaal? Lodig dadelijk, maar verrassen wie het liedje klinkt. We zijn natuurlijk helemaal in stijl, hè? Want wat ik heb begrepen in een Sherlock Holmes, het geeft spioneren, het geeft van alles doen. De titel is Met Vastenloven Spioneren. Tekst en muziek zijn van Marleen en van Ron Logister. En ik zou zeggen, spioneer maar rondje, dan ga ik het podium af. Baseer dit moord op een verhaal.
Je moet daarop geïnspireerd. Laat je verrassen. Jongens. Brunsum, dat is dialect, dat is Limburgs dialect. Dan kun je dat niet zo gaan praten. Oh joh. Wat wil ze? Zeg maar. We kunnen nog goed nog wel platkallen, hoor. We kunnen een beetje platkallen, maar we zitten gewoon helemaal in Jamaica-stijl. Leed je het wel in de plat? Ja. Wel reggae, hè? Reggae. Wel een beetje met een lekkere flow, hè? Gewoon lekker rusten. Veel succes. Dank u wel. Toen komen ze in de Dirty Clown, mis. Toe mos no heem. Nee. De mos doe snel naar heen. Du wilst op een drinken, maar de mos doe snel naar heen. Jo, du mos naar heen. Jo, du mos naar heen. Ze kunt ik niet horen, door in hast te geen zin. Er is vreesjes en chansen. Ontzettend veel sterkte. Je mag ik heel voorzichtigjes gewoon terugtrekken met uw punten. En ik vroeg Tini van Hebbes om hun te ondersteunen. Samen met Ron. En dan kom ik straks bij je terug om te vragen wat er oud is gekomen. Liedjes waren gehoord of niet gehoord? Ja, sommige. Sommige waren wel gehoord, sommige niet. Favorieten gehoord? Wat was goed? Ik. Misschien niet van de optredens, weet ik niet, want ik wou niet zo vroeg hier. Maar ik heb je flink zo te hijsen hier in plaats van al leedjes te loesteren. Ja, dat is carnaval, hè. Dat moet, hè. De glazen beer belangrijker dan de leedjes? Ja. De gezelligheid is gezelliger, hè. Meneer, wat vond je van de kwaliteit van de leedjes? Ja, ik ben heel veel jaren al hier en ik vond de kwaliteit minder dan andere jaren. Liedjes minder, of dacht die stof? Ja, het is dus het gewoon, maar alleen de mentaliteit, de ervaring ervoor. Hoe lukt dat dan aan? Zing je mee, dan kan je het ding vertellen. Toch een leuke middag gehad? Dat zou kunnen, maar daar kan je geen oordeel over trekken. Geweldig, ik heb alleen wat meer gekletst dan geluisterd. Dus je weet niet wat de potentiële winnaar wordt?
helaas. Ik weet het niet. Half meegekregen. Nog minder als de half. Wat ook. Het is geen liedje wat er eigenlijk uitspringt. Hoe zie je beter voor mij? Ja, bij mij die twee jongens. Mensen willen hebben. Ja. Ja. Kan je klassiekers kennen als je hier zit? Kijk, ja, ja, oorbellen rondgebracht. Voor iedereen. Deze de fansen zijn. Dus. Ja. Is dat niet hartstikke zwaar in je oren? Ja, valt wel mee. Als jij van hangoren houdt, kan je makkelijk naar voren lopen. Maak die dingen ja, dat is toch gevoeld of niet? Denk je van die lange oorlellen van, toch? Nee, echt niet. Moet er wat voor overheid hebben om een beetje mooi uit te zien, toch, of niet? Nou. Dankjewel. Wat vond je van de liedjes? Ja, ik vond de liedjes goed. Het waren heel erg mooi. En wij waren als Edelwijs vandaag ook naar BCL. Polterholte was ook zeer geweldig. Wat net zo leuk als hier. Alleen dit is weer een afsluiter voor onze avond. Met een geweldige avond. Ja, het zijn goed, ja. Lenders, ja, het zijn heel erg goed. Was er een liedje wat er bovenuit stak? Ja, wij hebben niet alles meegemaakt, hè. Waarom dat dan niet? Omdat wij van de LVK zijn geweest. Dan kunnen wij BCL kunnen wij op een gegeven moment niks zeggen. Als bronsommers moet je toch hierbij aanwezig zijn eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. Dat hadden we gewoon. We waren met de carnavalsraad en vier gezamenlijke bruns en verenigingen naar de BCL. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Een leuke middag. Prachtig. Ja, en dat was. Toch zijn we nog eieren teruggekomen. Dan ben je van Carnavalsradio nog een talent gehoord vandaag hier. Ja, de talent in Brunsum is zeker weer aanwezig. En het is te hopen dat ja, we vinden, zelf van Carnaval Radio vinden dat een beetje minder ja, dat er animo is voor dit feest. Hoe komt dat dan? Ik weet het niet. Er moet toch een beetje meer schwung in komen. Een beetje meer... Jullie zijn de mensen die het kunnen promoten natuurlijk. Ja, wij promoten eigenlijk heel de ganse provincie doen wij eigenlijk gewoon promoten. En niet alleen de lokale. Natuurlijk promoten wij ook de lokale artiesten, maar nog niet eigenlijk genoeg. En ik vind dat er meer initiatief moet komen uit verenigingen, vriendenverenigingen, stichtingen, dat soort dingen. Er moet veel meer animo voor zijn. Richard de Boer, ik associeer u met een hele hoop dingen, maar niet echt met carnaval. Ben je een carnavalsmens? Hartstikke. Als je goed hebt opgelet, loop ik altijd de kinderoptocht mee en ook de grote optocht in Brunsum. Dus ja, carnavalist. Ik ben een echte carnavalist, je verkleed je toch met dit soort dagen, of niet? Ja, mijn echte wethouder blijft ook een functie. Dus zo ben ik hier toch vandaag gevraagd als wethouder cultuur, dus ik ben hier in functie. Je heeft me voor de zoveelste keer onder de tafel gekletst, ik ga even naar de volgende die hier is daarvoor zit, want dat schiet niet op. Julie, was jullie in de map, we zien het kerstdoen net onder de tafel kletsen. Nog LVK talent gezien vanmiddag hier? Nou, er worden heel erg veel talenten. Dus ik ben ook benieuwd wat dadelijk eruit komt, of de winnaar van Os Allemaal ook inderdaad de winnaar is, wat ik al gedacht. Maar het wordt een fantastische middag en ik denk, ja, de lui hebben hier veel spas gehad, hebben ze ook uitgestraald en het publiek ook. Genoten. En de jury ook. Is dat er erg veel kwaliteitsverschillen, vind ik zo zelf? Nou, dat viel eigenlijk wel met. Natuurlijk wel een beetje in zang. Kijk, sommigen moeten natuurlijk nog een beetje oefenen. En dan hebben ze de nerven wat met spelen op de buur. Dat merken ze natuurlijk wel een beetje. Maar ik denk, Übung macht der Meister. Zo is dat. Er zitten er twee reggae-nummers tussen. Vind je dat kind met de carnaval reggae-nummers? Dat is toch eigenlijk een ganz andere soort muziek? Dat klopt, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, de mos. Er wel verblieven waken natuurlijk dat de traditionele liedjes aan bod komen. Maar zo, ook zo wie de taal leeft ook de vaste loven. En er huren ook andere muziekstromingen bij. Voor jongerlu, voor gewoon lu die doven houden. Dus ik vind wel dat het door mij moet kennen. Wil ik het dus in België anders carnavals vieren als in Limburg? Echt wel. Ik denk het niet. In principe is carnaval een volksfeest en het hartje spreekt. Dus dat spreekt hetzelfde of ze nu aan deze kant of aan die kant van de Maas zijn, denk ik. Is het gewoon goed te verstaan het dialect wat hier gesproken wordt? Ja. Ja, want dat liep allemaal een beetje op één. Dat is een bepaalde specifieke woord waarvan ze zegt van... Hoe weet ik het net precies, maar meestal uit de context biedt dan toch wel wat er bedoeld werd. En anders hebben we nog een en veut, hè. Dat werkt meestal ook heel erg goed. Hoe is Nederland het land van de lokale omroepen? België is meer het land van de vrije radio, zoals ze dat vroeger altijd houden. Wie zit dat doen op dit moment? Doet je dan nog veel aan carnavalsmuziek ook op de radio's? Ja, in de carnavalstijd zelf tenminste wel. Ik heb zelf een dialectprogramma en ik moet zeggen dat ik zelf toch wel de nodige aandacht aan besteed. Heb je gewoon een beetje geamuseerd vanmiddag hier? Geweldig. Ja, het wordt echt eerder op zien geheel eigenwijs uniek. Dat...
Oké, okay, bedankt. Ik ga van de buurman van Ucht, dat is Martin Hulkens. Martin, dit is toch inderdaad, we hebben het er net ook al over gehad, hele andere koffie, hè? Toen geen nee willen meer, zeg, luister dat. Prachtig. Ik vind het genieten, ik heb het zin lachen. Wat dags allemaal. Ja, wat dags. Ja, dat worden een aantal bier inderdaad, prachtig, hè. Ik heb een paar groepen gezien, die geven gratis zangles. Gratis zangles van Martin Hulkens, dat is goed. Als Gordon nu hier in de jury al gezet, wat zou het commentaar zijn geweest, denk ze? Dat was gedrukt, denk ik. Dat was gedrukt. Maar hier tilt hij niet, hè. Hier tilt niet het zuiver zingen. Het is het totale beeld, was de zus. Zelfs diegene wat fout zongen, die denken het prachtig. Dat hebben ze eigenlijk voor allerlei soorten dingen gevraagd. Wie beveelt dat nu zo'n lijf? Met allerlei verschillende dingen deze. Ja, Ton, de bit van de stroo daarvoor. Het is alleen maar goed, hè. Al geamuseerd. Oh, zeker weten, zeker weten. Punten tellen, hè? Zeker weten, ja, dat deed hij niet, hè. Ik wens jullie veel wijsheid, dames en heren. Dankjewel. Jawel, maar dan is het dan dichte eer om te gaan bekendmaken. Wie de nummer 3, 2 en 1 geworden is op dit BLP. Met het aantal punten erbij natuurlijk. En die hebben ze het gevonden om met ons mee te doen vandaag. Ik vond het heel erg fijn om dit te doen. Het is voor mij een eer om dit nog te kunnen doen bij de Parelorde. Het was heel erg spannend, want er zit bij sommige plekken maar een paar punten verschil. Zelfs halve punten. Maar ik wil het niet langer spannend houden. De nummer 3 is het lied van Roger Peters. Hey! Tot Kemper, Roger, Ik ben heel trots op hem! En dat was Roger. En wie wil punten houden, Roger, nog eens? Dat moeten we vooral niet vergeten. 157,5 punten. Mijn jongen, die hebben veel punten gegeven aan. En Dobby alweer, Roger. Ook verdikt natuurlijk de prijs. En dan gewoon ik toch even naar de stadsprins Michael Commons bij Oostom. Met die twee rechter- en linkerhand. Want ik hou ervan natuurlijk gevraagd om deze prijsuitreiking te doen. Puntenmars en een kunt nog eens naar boven. Michael, de eerste stadsprins van Bronsum. Dan krijgt Michael de prijs aangereikt van een deelnemer van ons. En Roger is er dan dik om de prijs in ontvangst te nemen. Ontzettend goed gedaan. Roger, het hoort van hier zo, want dat is allemaal dat borstel niet zo helemaal echt. Geweldig gedaan. Zo viert onze Roger vastelavond. Proficiat. En daar is de prins. En nogmaals een warm applaus voor onze Roger! Roger blijft lekker de bier staan, never zwarte piet. En dan kom ik weer voorzichtig naar Wilma toe, want oh, kijk toch eens wie ze allemaal zo op de nerven kapot waren. Het is toch niet te geloven. Ja, ik kan er wel niks aan doen, maar ik vond het vroeger ook even spannend als wie hier allemaal. Wilma, wie mag zich de nummer 2 noemen tijdens dit BAP? Nummer 2, 162 punten voor Prinsen voor het Leven. De Prinsen voor het Leven, we zijn er klaar voor. Zo komen ze, Buitenmars, Schlatsmars. En daar staan ze, ontvangen ze en in hun arm weer met een warm applaus. Prinsen voor het Leven, de nummer 2. En dan steekt onze Michael Dreidig om en laat de prijs van hem in ontvangst nemen. Wees er trots op,
niet meer weg te denken in het Bronsumse. Gaan ter nerven. Ik puur nog zo. Yeah.
van de groepen. Ik neem aan de liedzangeres. Kieken stond rijdig omschapt. Hier staat eerst een zweelman. En daar staat natuurlijk onze Michael. Hij gaat een gepries eerst eens in ontvangst nemen. Dan blijft het podium nog heel even vrij. Want we gaan eerst even afsluiten. Let op, die gaat nu springen. 1, 2, yes, 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 yes. Deze priesmeidjes, ze is niet alleen voor Carmen, ze is voor alle mannen. En natuurlijk ook voor de mannen die wat het geschreven hebben. Toppie gedaan, komt er bieger 2. Want hier hebben we ook gedaan. Ik kreeg de bloemen en wo is Carmen? Carmen, kom hier. Het is aan mij de eer om jou de beker te geven. Gepimpt door de Dirty Clowns. Het is jullie gegund. De winnaar 2012.